Ik wist al hoe laat het was, zeg maar. De enige echte Vonneke Bonneke. Hij zei opeens tegen me van, ja, wil je me geen foto sturen? Toen dacht ik van, ga het maar gewoon sturen. Ik was bang dat hij mij niet meer leuk zou vinden. Toen kreeg ik een appje van een andere klasgenoot met mooie foto's voor. Uiteindelijk heeft die andere klasgenoot het wel naar iedereen gestuurd. Ik wou echt verdwijnen in mijn schaduw, zeg maar. Toen werd ik gewoon zo boos dat ik mijn woede niet meer kon controleren. En toen stak ik hem met de schaar. Mensen zeiden, ja, er is een politiebus. Ik was wel echt een moeilijk kind. En nee, je deed allemaal van die onbesluisde dingen. En je dacht niet na. Je was heel erg aan het huilen. Ja, en je zag het eigenlijk even niet meer zitten, nee. Er zijn niet echt momenten dat ik denk van, nou, dat waren echt mooie momenten of zo met, thuis. Ik heb eigenlijk nooit echt het gevoel gehad dat ik over dingen kon praten, zeg maar. Maar omdat ik dat niet had, ja, heb ik voor eigen recht gespeeld, dus... Het liefst als ik terug kon in de tijd, had ik gewoon een goede vuist op zijn ogen geven. Want dat is toch wel minder erg dan dat je iemand met een scherp voorwerp steekt. Ja, misschien moeten we stoppen met alleen zeggen tegen onze dochters en zusjes van geen foto's sturen. Maar ook even die zoons van ons zeggen van hou die foto lekker voor jezelf. Stream Vonneke Exposed op NPO Start.